in de verre omgeving. Het wordt echt ontzettend gaaf. Ik ben zo ontzettend blij dat dit gewoon hier in de polder komt. Zo'n gaaf achtbaan. Waarom zijn we nog hier? Zoals ik al zei, de rest van de pop. Ben ik wel benieuwd of ik eruit ga zien. Hallo allemaal en welkom op mijn kanaal. Vandaag zijn we weer in Walibi Holland. Zo, dit is de eerste keer dat ik op het park ben sinds de opening. Want tijdens de opening was ik in Europa Park, want we hadden dezelfde openingsdagen. Dat was echt stom, dus je moest kiezen. Maar laten we eens kijken hoe de wildernis er nu uitziet nu het park open is. Altijd goed voor het milieu. Ik wist niet dat het hier zo hard waaide. De hele pizza ja, staat schuin. Die answer, heet het nou de answer is pizza of is dat gewoon een slogan? Ik heb eigenlijk geen idee. Blast is wel echt super tof geworden. Ik hoor dus nu dat Blast een stuk beter is, omdat... ik loop even door wat mensen heen, random. Nee, omdat vroeger, toen ik hier nog werkte, toen had Blast of Excalibur had eigenlijk twee leuke programma's. Dat waren programma 5 en programma 8. Maar nu heb ik gehoord dat alle programma's opnieuw zijn geprogrammeerd. Dus je hebt nu meer leuke programma's. Dat is echt een leuk idee. Kijk hoe cool de Untamed eruit ziet. Iemand heeft zijn reuzenbeker in het water laten vallen. Geen idee waarom of wat het verhaal erachter is. Oh, dat is Delftsblauw, hè? Delftsblauw. Die print die erop zit. Ja, dat klopt inderdaad. Maar wat heeft dat met de wildernis te maken? Een wilde man uit Delft die heeft dit geschreven. Good save. Als je ooit afvraagt waar het toilet is, er staat nu een heel groot bord met toilet. En dan daarachter de wc. Prachtige ingang van de wc. En als je je nog steeds afvraagt waar de wc zit, staat daar nog een keer een verwijzing. De bomen die gaan hier zo los. Je hebt rare schilderingen en ogen op de bomen. En je hebt, ik heb geen idee wat dat is. Oh my god. Hoe lang ben je al op het park? Nou, echt net 5 minuten. Oh, ja. Hoe is het? Goed met jou. Ja, hoe gaat het met de verkiezing? Oh ja, ik mag niet heel te veel zeggen, maar er komt binnenkort dus een nieuwe rollercoaster. Jij bent voor altijd mijn... Dankjewel. We gaan eens even kijken hoe het staat bij een tank. Een tammet. Oh ja, dit zijn dus die nieuwe treinen waar ze het over hadden. Laat mij in de reacties weten wat jullie vinden van de treinen. Mijn eerlijke antwoord, ik vind het heel schattig. Ik vind het een hele schattige trein. Ik vind, kijk die oogjes dan. Zo van, oh, kutje. En dat logo vind ik echt, hier vind ik hem echt super mooi. Oh my gosh, hij drukte de knop. Wat gebeurt er? Wat was dat? Dat is het. Wat was dat? De informatie die we hebben, hij heet Untamed. Hij heeft 14 keer airtime. Hij gaat 92 km per uur. En hij gaat wel 5 keer ondersteboven. Zag je dat? Dat effect? Dat was super gaaf. Dus, we willen graag weten wat er gebeurt als je op die knop drukt. Op dit moment, net gebeurde er niks. Ah, ze zeggen dat je een paar minuten moet wachten voordat hij het weer doet. Maar wij zijn geduldig. Wij hebben niks beters te doen. Wij gaan wachten op die knop. I need to know what it does. Ah, dat is jammer. Misschien had jij magische handen, maar nee. En misschien jij. Laten we even kijken hoe het hier zit. Oeh, wacht, de knop. Ja. Misschien doet hij het nu. We hebben lang genoeg gewacht. Er gebeurt wat. Misschien is dit dat geluid wat je elke keer gaat horen als de trein wordt weggestuurd of zo. Zo klinkt het een beetje. Een beetje à la Vloek der Demonen. Ja, dat zou wel goed zijn. Ja, precies. Ze moeten eigenlijk nog ineens een geluid erbij doen. Dan past het bij de trein. Oké, meer informatie. Hij is 36,5 meter hoog. Op het hoogste punt. Hij heeft een drop van 80 graden. En... Ja, dat. Wat is dit? Ik heb zoveel vragen.
Waarom is dit hier? Wat moet ik hiervan verwachten? Wat is het hele idee hiervan? Het ziet er heel cool uit, maar wat is het? Weet jij wat het is? Nou, ik was blij dat jij even ging kijken. Weet jij wat het is? Ik weet het niet, Jessica. Sorry. Het is een groot mysterie. Het ziet er wel gaaf uit. Goeie weg. Nee, maar het klopt. Mag je eigenlijk absoluut niet. Ik ga deze zomer de tweede SFC doen. Rider hoek eens proberen. Want die hebben ze dit seizoen dus aangebracht. Oh, dit hele stuk is anders. Deze muur was er eerst niet. We hebben hem overleefd. Nee, jij had geluk. Jij is lekker vooraan. Ja, en jij zat achteraan. Oh. We gaan hier waarschijnlijk spijt van krijgen. Maar we hebben allebei nog nooit... Oh. Het vlot gedaan. Oeh, het gaat al. Oeh, we gaan jongens. Dit is zo sensationeel. Dit is pas de echte trail ride van de Walibi. Goed bezig. Een prachtig plaatje met Wildside op de achtergrond. Oeh, dit is een mooie foto. Ik ga ook wel even helpen. Ja, graag. Je doet helemaal weer niks. Hé, hey, ik ben nu bezig. Nee, wat gaan we ook weer terug trouwens? Ja, we gaan ook weer terug. Schip ahoy. Spelen mijn onderdaan. Nou, je mag best helpen hoor! Nou, was het ongeveer 5 minuten waard? Nee. Nou, top! Kijk ze daar zitten. Ah, zit in de spiegel van elkaar. Jullie hebben niks gemist trouwens. Nee. Nee. Het was wel de verwachting. Ja. Best fijn nog. We hadden naar jullie moeten luisteren. Oh. We hadden naar jullie moeten luisteren inderdaad. De tweede keer vandaag, Jessica. Maar het is nu wat rustiger. Dus we hebben alsnog besloten. Nee. Goliath! Ja! Wat? Zijn er Goliath? Sorry. Oh no. Goliath. Dat is beter. Zo, we staan hier in de wachtrij van de beste achtbaan van heel Europa. Kom bij backstage met Eftelflex. En wat wil jij? Dat wil ik me wel vragen. Wat vind jij belangrijker, vooraan of achteraan? Ja. Of de echte voorste of echt compleet achterin. Nou, dat is er nog steeds geen keuze. Welke vind je beter? Achterin. Achterin, goeie. Dat vind ik ook. Achterin is mijn favoriete plek. Maar, dat heb ik ook bij Blue Fire. Vind ik hem achterin ook stukken beter. We gaan nu naar mijn tweede kindje. Los Gravity! Heb je er zin in? In Los Gravity? Nou, ja. Ik vind de leverancier van deze achtbaan maar een beetje... Nee, super. Nee, moet ik heel eerlijk zeggen. Mack Rides maakt hele goede achtbanen. Klopt. En ik vind dat Los Gravity dit seizoen beter rijdt dan alle seizoenen daarvoor. Oh ja, ik heb wel gehoord dat deze spikes nu laatst opnieuw roze zijn geverfd. Dus ze zijn meer roze dan maroen-rood op dit moment. Gaan we met de normale wacht of gaan we hier proberen de single rider? Nee, ik zeg single rider. Ik heb stress nu. Oh, je hebt stress. Keuzestress. Iets is wat ik niet ga doen is het anderhalf uur wachten. Nee, ja. Anderhalf uur is te laat. Single rider te kijken. Goed plan. Zien we verder. Woe! Ha, prachtige baan is het toch? Ja, zeker. Heeft ze van haar moeder. Met wie ben je aan het bellen? Hij is aan het bellen met Scott, denk ik. Nou, wij wilden daarna kijken bij een thema. Als dat niet kan, willen we eerst een drankje op de Main Street doen. We willen naar een thema. Alsjeblieft, Scott. Wat verzamelen we op de Main Street? Is het leuk? Ja? Ja. Yes!
Stel, we zijn net uit de Lost Gravity. Oh, I love Mack Rides. Echt waar. Die That's maken zulke goede achtbanen. En weet je wat zo fijn is van Lost Gravity? Het is zo'n unieke achtbaan. Je vindt hem nergens. En nu gaan we gewoon lekker wat drinken bij Macy's. Even chill gaan. Die zit gewoon naast me. Behind the scenes. Ineens op het terras hier zo van Walibi Holland. Hashtag oh my god. Goed bezig, hè? Ik heb gewoon over mijn hobby. Het is niet helemaal niet. Nee, maar Scott. Dit is toch de zomer? Ik heb een hard hat. Dat betekent dat wij naar een heel leuke locatie gaan. En dat is namelijk... Een zee! Ja. Maar ik heb er een hard hoofd in. Balance. Van Harmen. Dus wat mogen we aanraken, Scott? Mag ik de microbunny even aanraken? En weet jullie hoe dit heet? Een poer. Een poer. Zie je, je leert hier ook wat op dit kanaal. Hier, precies hier in het midden, zo recht naar boven kijken, er tussendoor, moet je kijken. Kijk nou. Dat is toch fijn. Oh, dat is wel, ja, ik word daar blij van. Ja, oh, kijk dat dan. Dat is toch een prachtig uitzicht. En wat is nou je favoriete element? Nu mag je het zeggen, toch? Ja, maar dat zou ik echt nog niet weten. Nee, ja, ik moet er nog even in. Ik ben bijvoorbeeld in, want jij bent toch de rollercoaster girl, dus kan ik het zeggen. Ik ben in Blue Fire dol op de laatste ja, dus de hardline roll. Dus ik heel erg uit, of hardline, sorry. Wat is het verschil tussen een hardline en een barrel roll? Nou, de barrel roll, dan heb je de baan, dan draai je een as om de baan heen, zeg maar. En bij een hardline roll, dan zit je hard altijd in het midden. Het legt het heel slecht uit. Nee, maar snap wat je bedoelt. Snap je? Oké, ja. Top. Want dit is en dan heb je ook nog een inline twist. Ja. Wat is dat dan? Ik ben hier heel slecht. Ja, nee, ja, ik weet dat is een microbunny. Ja. Of zoals ik hem noemde, baby bunny. Dat ben ik. Oh. Ja, dat is baby bunny. Nee, maar volgens mij wordt dat zo gaaf in de ik, ja, ik weet wel zeker. Dat wordt echt ziek. Echt zo ziek. Cool. Die snelheid die ligt hier zo hoog. Je knalt gelijk daarna de 270 degree double inverting corner stall in. Daar heb je op getraind. Klopt. Ja, dat gaat echt gek worden. Oh my gosh, kijk dan. Dat is zo cool. Kijk dan. Ik weet niet waarom ik fluister, maar dat is zo gaaf. Ik sta gewoon letterlijk in de baan. Zo, ik zit gewoon op de baan. Ik ben er gewoon op gaan zitten. Scott zei dat mocht. Ik mocht zitten toch, Scott? Hè? Ik mocht gewoon zitten, toch? Ja, je mag er wel op zitten. Ik zit al, maar ja. En dan straks ben ik niet dat je rijdt. Ik ga even helpen met in elkaar zetten, dus doei! Kijk dan, midden in de baan. De meeste baandelen moeten nog neergezet worden, maar dat is toch gaaf. En we zijn nu in het midden van het geheel. Gewoon midden in Robin Hood, waar volgens mij een deel van de wachtrij straks komt te staan. Zoals je kan zien, daar zie je al wat decoratie. Kijk, dit wordt dus deel van de wachtrij. Oude bocht van de bocht. Kan jij mij vanaf hier alle elementen aanwijzen en ze benoemen? Nou, let op. We beginnen bij het station. Dan krijgen we een 45 graden outside banked corner. Dan ga je de lift op, die is 40 graden. Gaat die omhoog, ga je 36,5 meter naar boven. Dropt onder een hoek van 80 graden met 92 km per uur naar beneden. Vervolgens ga je over een micro bunny. Dan knal je hier gelijk de 270 graden double inverting cornerstall in. Dan komen daar nog allemaal leuke dingen. Dan ga je hier de baan helemaal verder door. Bij de step-up underflip, dan kom je daar bij een 97 graden outside stall. Double up, double down. En dan komen daar nog een paar leuke verrassingen. Oeh, er zijn nog heel veel verrassingen. Ja, en dan hebben we de laatste nog niet eens gehad. Want dan hebben we hier nog de uphill barrel roll. Daar nog een klein dipje waar je een popje airtime krijgt. En dan is het helemaal afgedaan. Nou. Prachtig! Ik zie geen reden om niet naar Walibi Holland te komen op het moment dat die open is. Dit is gewoon de beste reclame die je kan maken. Ja, ik hoef ook geen reclame te maken. Ik moet gewoon vertellen wat er gebeurt en dat is gewoon te gek. Daar wordt net een deel van de trek wordt zeg maar geïnstalleerd, dus dat is heel gaaf. Dat we het kunnen zien. Ja. Ik ben een beetje aan het fangirlen, gewoon over een achtbaan.
Weet jij dat nog, Danny, hoe deze heet? Ik ben het echt alweer kwijt. Ja, dat weet ik. Oh? De Rollercoaster Girl Flip. Yes! En daarachter, als je goed kijkt, dan kan je al zien het stukje van de oude baan van de Robin Hood. En zeg maar de oude Robin Hood trein. Daar. Dus die thematisering hier gaat ook wel echt heel mooi zijn. Heb je een mooie foto, Setje? Oh ja, dat doe ik mijn best. Ja. Goed, hè? Zeker. Zit je ook in de vlog nou, Sascha? Ja, blijkbaar. Kennen de mensen jou al wel goed genoeg? Sascha die werkt ook hier. Sascha die is van de afdeling Operations, dus die regelt dat de achtbaan rijdt 's ochtends. En Jessica die komt af en toe kijken of de achtbaan dan goed rijdt. Maar zij doet dan ook weer leuke dingen in Europa Park, want daar werkt Jessica dan weer. Ja. Dat is echt 6,5 uur bij elkaar vandaag. Ja, precies. Ja. Top geregeld. Ja. Dus ga jij naar Europa Park? Ja. Ja, dat... Dat ligt eraan, hè? Ja. Of wanneer kom jij weer een dagje hier werken? Want weten nou, mensen ik kom ook... sowieso rond 1 juli. Kom ik wel even hier langs kijken of alles nog goed draait. Misschien mag je dan wel op het knopje drukken. Ah, alsjeblieft. Wie weet. Jullie hebben het op film. Hou hem eraan. Volg hem op Instagram. Maar jij hebt toch al de Lost Gravity ook bediend? Ja. Ja, hoe lang? Een jaar? Gewoon een jaar? In haar eerste jaar heb ik haar bediend. Zo gezeid? Ja. Nou, ja, alle achtbanen zijn tegenwoordig gezeid. En ik ook. Heb de Blue Fire bediend. Dat heb ik niet gedaan. Zo, heb je al wel ook Silverstar een keer bediend? Nee. Want daar heb je die stoel, die bureau. In Blue Fire ook. Oh! Heerlijke stoelen zijn dat. Ja, dat wil ik ook een keer. Ja, maar goed, de Silverstar die heeft echt zo'n chille stoel met knopjes. Ja, dat is waar. Die in de Silverstar is wel heel mooi. Dus dat is wel Ride on! Silverstar! Dit wordt zo gaaf om met zo'n snelheid hier doorheen te gaan. Zo snel! Oh wow, dat is echt zo gaaf. Ik had het stukje helemaal gemist net. Ja. Kijk dat dan! Oh, dat wordt toch zo mooi! Zo, onze tijd hier op het Untamed gebied is helaas weer voorbij vandaag. Maar echt, zo snel gaat dit! Kijk dan, naast dat hoogste punt en dan boom! En mini. Oh nee, micro Benny. Look, it's a breakbox! Wow! Kijk dan. Hij knijpt me heel hard op mijn rug. Zo, ik denk dat het nu onderhand tijd wordt voor een outro. Ook al wil ik niet, want ik wil hier gewoon niet weg. We staan een beetje te verbranden hier in de zon, maar dat maakt niet uit. Ja, dus hier bij het hoogste punt vind ik het perfecte punt om even doei te zeggen. Ik hoop dat jullie deze vlog leuk vinden. Als jullie meer van dit soort dingen willen zien, laat het weten met een duimpje, met een reactie, met een subscribe natuurlijk. Scott, heb jij nog even iets voor de mensen in voor Utah? Ja, dat je deze niet mag stapelen. Staat er heel groot op. Oeh, staat er ook echt heel groot op. Kijk, hoor. Het is een magneetrem. Oeh, nog in het laatste paar minuten nog even wat confident information. Ja, maar ook volg Scott op Instagram. Hij is heel goed bezig. Echt heel goed bezig. Scott B1986. De link staat hieronder in de omschrijving. Bedankt Jessica alvast. Dat zorgt mij weer voor meer werk. Nee, komt goed. En als je iets wil weten over een... Wat kan jij aan het doen? Laat het... Maar dit. Je maakt hem gewoon open. Dat is geen manieren die man. Nee, geen manier. Maar als je dus iets wil weten over een Untamed, ga naar hem. Hij weet alles. En de making of volgen op YouTube. Ja. Walibi Holland op YouTube. Aflevering 6 is inmiddels online. Oeh, goed bezig. Ja. Maar oké, ik hoop jullie bij de volgende video te zien. Doei! Bye bye! Wow. En we zijn pas halverwege. Oh ja, ik ben halverwege al gestopt met helpen. Doe het voor de vlog.